Prins, hoe is de week hier verlopen? Pittig, veel gesprekken met elkaar, dus dat is wel een hele fijne constatering. Met directie gezeten, met staf gezeten, staf en directie gezeten, gezamenlijk. Veel één op één gesprekjes met de spelers gehouden. Ik heb heel veel meetings gehad deze week en dat voelt best wel goed. Met elkaar positieve energie weer brengen. Dus dat past ook perfect bij de club, vind ik, zoals ze zijn. Ja, maar het idee van de buitenwereld is soms van, nou, er is geen druk bij Excelsior en men vindt het allemaal wel best. Dat is natuurlijk alles behalve waar. Nee, dat is duidelijk. Ten eerste leg je zelf wel heel veel druk op om erin te blijven. Nou ja, dan merk je natuurlijk ook de druk van buitenaf komt. Wat logisch is als je zo te zoen weg gestart bent en nu in mindere fase zit. Dus die druk die is er zeker, zowel van intern als extern. Alleen, ja, is maar de vraag hoe je daarmee omgaat met z'n allen. Ik denk dat we dat deze week prima hebben gedaan met elkaar. Ja, want hoe je daarmee omgaat, dat bedoel je van, je pakt het samen op, zet samen de schouders eronder. Ja, precies. Dus dat vooral. Dus heel veel contact met Niels. Elkaar inderdaad ook kritisch naar elkaar toe zijn om dingen te veranderen. Hè. Ik heb vanochtend ook in de groep een aantal dingen aangegeven die we... Nadat we met elkaar hebben gezeten, anders zien. Ja, als we constant hetzelfde blijven doen met de resultaten wat we halen, ja, dan verandert ook niks. Dus moet je dingen veranderen om te kijken of dat gewenst effect heeft op de resultaten. Dus daar hebben we mooie aanzet gegeven deze week. En dan, ja, gesprekken is één. Het moet uiteindelijk omgezet worden in daden op het veld. Hoe werk je daaraan? Ja, ook dat. Door energie brengen, ook een stukje plezier weer brengen in de trainingen. Goed kijken naar de arbeidsrustverhouding. Er was best wel veel vermoeidheid in de groep, dus daar hebben we naar geluisterd. Maar ook kwaliteit brengen, maar ook wel met elkaar nog gezeten, spelers onderling met elkaar gezeten. Van, ja, wat verwacht je nou van elkaar? Met name in gedrag en houding, veel meer positiviteit. Ook al, we weten allemaal, is het een moeilijke fase. En dan is het makkelijk om heel kritisch en cynisch naar elkaar te worden. Maar dat juist andersom doen. Omdat we hebben nu elkaar veel meer nodig dan in een andere situatie. Dus ja, dat heb ik wel in de staf en met de spelers en onderling geproefd. Dus dat, in die zin was het een hele goede week. En is AZ dan een fijne tegenstander om tegen te beginnen? Want het is geen makkelijke tegenstander, maar wel een tegenstander. Ja, misschien waar je lekker tegen kan voetballen. Ja, wel. Misschien zijn de verwachtingen ook wat lager. Kant hebben we wel zorgen om personele problemen, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb het bijna nog nooit zo erg meegemaakt dat we zoveel blessures hebben. Dus dat ziet er wel moeizaam uit. We missen gewoon hoofdspelers en dat is niet iedereen duidelijk. Maar ja, we komen zomaar dat we van een selectie 7, 8, 9 man missen. Hè, we hadden toen geschorst. Dus dat is één kant goed voor de spelers die minder gespeeld hebben dit seizoen. Er zijn een aantal jongens zullen starten die voor het eerst starten dit seizoen in de basis. Voor de motivatie en alles erop en aan belangrijk. Ja, dat is ook wel lastig als je in de mindere fase zit natuurlijk. Ja, nou, met lekker voetbal bedoel ik vooral AZ is het toch een tegenstander die ons op de een of andere manier vaak wel ligt. Statistisch gezien zeg je. Ja, nou ja, we hebben inderdaad, moet zeggen, vorig jaar de thuiswedstrijd en dit jaar thuis was prima. De uitwedstrijd was wat minder vorig jaar, daar moet ik maar niet aan terugdenken. Want daar stonden we wel dik achter in de rust. Toen vloog alles erin in de kruising. Dus ja, laat het zo mooi zijn als de historie zich daar in herhaalt, dat het ons ligt. Ja, aan de andere kant, het is ook weer een ander AZ dan bijvoorbeeld het AZ dat we hier thuis kregen. Ja, andere trainen, wat andere bezetting, wat andere accenten. Dat is duidelijk. Kent speelt nu bij ons en toen nog aan de andere kant. Dus dat is ook een belangrijke wijziging. Je had het net al over van, nou, we hebben echt samen gekeken van deze week wat we kunnen doen. Ik kan me zo voorstellen dat je daar de supporters ook in mee wil nemen. Want dat is ook belangrijk, dat die erachter blijven staan. Ja, klopt. Dat gaat een stukje uitstraling en energie. Dus, wat ik zei, er is al best wel veel vermoed in de groep. Dus dat zie je dan misschien dan ook terug. We hebben voor een iets simpele speelwijze gekozen. Dus waardoor we hopelijk wat meer, met name ook in duels gaan komen. Daar de intentie van. Dus dat is ook belangrijk in deze fase. Dus dat je dat uitstraalt met elkaar. Zoals we eigenlijk vorige week, toen was de wedstrijd al verloren, wel tweede helft veel meer lieten zien. In wilskracht, in duels pakken. Dus dat is belangrijk in eerste instantie om dat duidelijk zichtbaar te zijn naar AZ. En vooral ook naar ons eigen publiek. Ja, duidelijk.